1-1. SVC 0-8. Wat was het? 1-1. Maar ik had er een beetje meer van verwacht. Wij ook. Niet alleen qua uitslag, maar ook met name qua veldspel. Je hebt een aanpassing gedaan voorin. Van waar de aanpassing? Wij hebben de eerste twee wedstrijden uitstekend gevoetbald. Te weinig gescoord, dus je zoekt naar de juiste samenstelling van je aanval. Eén is weer beschikbaar, die wilden we proberen. En dan moet je kijken van op welke manier, hoe vul je de rest in. En nu was het zo dat we tegen Mitch hebben gezegd, nou, oké, dat betekent voor jou een keer niet spelen. En in overleg hebben we ervoor gekozen dat hij een tweede minuut erom maakt. Ja, precies. Ik heb geen ervaring op toen. Hij wilde heel graag voetballen om in beweging te blijven, om fysiek, conditioneel gewoon sterk te blijven. En dat heeft hij ook goed gedaan, volgens mij. Krijgen we een goal tegen? Ja, let's go. Ja, goed. Dat kan altijd een keer gebeuren. Een vrije trap die door de muur wordt aangeraakt, die valt er dan in. En dan zie je dat je de rest van de tweede helft daar tegenaan loopt op voetbal. Want ik vond hem de tweede helft echt een stuk minder dan de eerste. Terwijl we de eerste helft hadden we ze precies waar we wilden ze hebben. Zij waren helemaal teruggetrokken op eigen helft. Alleen we creëerden veel te weinig kansen. We krijgen natuurlijk een beetje in de moed. Ze maken 1-0 en dan vliegen ze erop toe. Ja, nou ja, dat is het enige wat ik mijn eigen ploeg echt kan verwijten. Is je gaat ploegen krijgen die heel veel energie in stoppen. En soms wel iets meer dan alleen energie. En dan moet je er tegen wapenen. Daar hebben we het gewoon lastig mee. We hebben de tweede helft echt heel veel moeite gekregen om de bal te laten lopen van voet naar voet. En de tegenstander onder druk te zetten. Stel is het zo'n veld maken. Ja, dit is echt een dramatisch veld. Maar ja, dit is voor twee kanten. Maar als je wil voetballen, als je een hoge combinatie of een hoog baltempo wil spelen, dan is het echt heel erg gevaarlijk. Uithuilen, nu beginnen van de week. Nu moet je prepareren, vervolgens gaan we ze aan de tijd. Ja. Nou ja, goed, dat is een beetje het verhaal van de laatste 2-3 weken. We voetballen niet verkeerd, hoewel ik dit wel de minste wedstrijd vond tot nu toe. Maar we creëren nog steeds kansen en we moeten kijken of we dat volgende week wel beter kunnen doen. Rory maakt er weer wat minuten. Ik denk dat Rory redelijk kapot gevoetbald is. Ja, Rory is gewoon een fantastische voetballer. Heeft wat moeite om altijd even fit te zijn, maar als hij eenmaal een beetje fit is, dan zie je dat we hem gelijk goed kunnen gebruiken. Wim, ga naar je jongens. Ja, zeg maar.